Op dit kanaal heb ik het natuurlijk altijd over schrijven en uitgeven, maar het drukken van boeken is ook een onderdeel van dat proces. Dus het leek me leuk om eens een keer bij een drukkerij langs te gaan, om daar eens even wat vragen te stellen over hoe het allemaal gaat. Dus vandaag ben ik bij Ipskamp in Enschede, die boeken drukt. Hoi, ik ben Robin Roosendaal, schrijver en illustrator van fantasy. En op dit kanaal heb ik het over tekenen en schrijven en ook het uitgeven van boeken. En daarvoor leek het me leuk om een keer langs te gaan bij een drukker om te kijken hoe het drukken van boeken eigenlijk werkt. En ik ga specifiek bij deze drukker langs, namelijk Ipskamp in Enschede, omdat die dus bijvoorbeeld Werelden ontwaken hebben gedrukt, de verhalenbundel die ik eerder heb uitgegeven met mijn schrijfgroep. En vandaag rolt hier Verloren Alluria over de persen. Dus dit lijkt me een heel goed moment om eventjes te kijken hoe het daar binnen aan toe gaat. En meteen eens even te kijken hoe het eruit ziet als Verloren Alluria gedrukt wordt. Eerst wat vertellen over wat is Ipskamp, wat drukken jullie allemaal? Ipskamp is een bedrijf dat boeken produceert in oplagen van 1 tot 1000 exemplaren. Okay. Dat kunnen boeken zijn softcovers, hardcovers, gareloos, genaaid, wire home met een spiraaltje. Van alles? Bijna van alles wat we kunnen doen. Ja. En wat zijn jullie klanten? Zijn dat alleen maar grote uitgeverijen of ook kleine uitgeverijen? Ja, kleine uitgeverijen, want Zilverspoor. Maar en zelfpubbers? Zelfpubbers hebben we. We hebben uitgeverijen. We hebben de proefschriftenmarkt, daar zijn we heel bekend in. Ja. En met name echt de uitgeverijen, de business to business. Ja, want jullie hebben natuurlijk Werelden ontwaken ook van ons gedrukt. Dat is natuurlijk zelfpub eigenlijk, een groepje zelfpub. Ja. Wat is dan jullie kleinste oplage? Want voor zelfpub kan ik me voorstellen dat jullie niet iedereen hele grote oplages wil hebben. Nee, dat klopt. Wij beginnen bij dit soort producties minimaal 30 boeken. Oh ja, ja. Ja. Van dan wordt het rendabel. Jullie, zeg maar. Ja. Doen jullie ook printing on demand? Dat is helemaal hot natuurlijk tegenwoordig. Doen jullie dat ook? Daar zijn we mee bezig. Dat is inderdaad wat je zegt, hè. Online bestellen. Ja. En dan meteen opsturen naar de besteller. Ja, daar zijn we mee bezig. Om het verder te ontwikkelen. De software hebben we inmiddels binnen. Oké. Okay. En we zijn nu bezig om het naar de printers toe te krijgen. Ja, want dan gaat het natuurlijk ook om dat je het ook nog per één stuk gaat versturen naar de losse klanten. Ja. Ja. Want jullie werken nu natuurlijk meestal met grotere hoeveelheden. Dus dat heeft een andere verzendproces ook, neem ik aan, of zo. Ja, dat is wel even afhankelijk van. Kijk, als ik één boek moet versturen, dan gaan we gewoon een postpakketje doen. Ja. Maar gaan we echt 100 of 200 boeken versturen, dan gaat het gewoon op een pallet. Ja, zelfpubbers zijn natuurlijk kleine mini-uitgevers eigenlijk. Mm-hmm. En als ik nou, ik ben geen zelfpubber, maar als ik nou zelfpubber was, en ik wil dit ook even weten voor de kijkers die misschien wel denken, ik wil zelf uitgeven en ik wil het ergens laten drukken. Ik kan misschien bij Ipskamp terecht. In hoeverre helpen jullie de kleine uitgevers of de mensen die iets aanleveren? Of vind je eigenlijk van, mensen moeten het gewoon goed aanleveren en zelf goed met InDesign kunnen omgaan? Dat is discutabel. wij zitten bij, zoals uitgeverij Zilverspoor, dat komt bij ons omdat het business to business is. Yeah. Uitgeverijen verwachten wij van dat ze het gewoon goed aanleveren. Ja, dat ze het gewoon weten. En self-publishers, over het algemeen gaan ze naar ons label Boekengilde. Oh, oké. En die zijn daar helemaal in gespecialiseerd. Ja. Die zorgen echt van A tot Z, maar ook met opmaaktechnisch, dat kunnen ze allemaal regelen. En daarnaast ook het stukje, wat het belangrijkste natuurlijk is dat de verzending. Het aanmelden bij een bol.com of bij een centraal boekhuis. Daar zijn hun in gespecialiseerd. Ja, precies. En wij zijn echt van uitgevers bezig. En de uitgevers hebben 9 van de 10 keer. Doen ze dat zelf? Die hebben al een aansluiting bij het CB of bij bol.com. Ja. En hoeven wij hier niet naar om te kijken. Alleen daar neer te zetten. Ja, precies. Ja. Ja, dus in feite zou je zeggen, we zijn inderdaad wel voor de grotere partijen in principe. Die het zelf regelen. Behalve dat zoiets als dit. Het is natuurlijk ook heel klein. Ja. Maar er is niet van tevoren dat jullie tegen ons zeiden, hallo, dat doen we niet. Dus hoe gaat dat? Hoe denken jullie daarover dan? Ja, het ligt er net aan wat voor soort aanvraag het is. En als het echt met opmaak erbij is en met oplage 1 of 5, dan gaat het al heel gauw naar ons andere label. Ja. En dit was volgens mij de oplage 30, als ik het goed heb.
Nee, volgens mij was onze eerste oplage 100 of zo. Of 100, ja. Kijk, dan, ja. Dan zit je al gewoon bij de business to business. Ja, oké. Okay, ja. Dus omdat we eigenlijk een groot genoeg bestelling hadden. Ja. En omdat we misschien wisten hoe we het moesten aanleveren. Dat ook, ja. Daar wordt wel naar gekeken. Of het een bedrijf is of een uitgeverij. Of het echt een particulier is die bij ons komt. Ja, daar kijken wij wel naar. Ja. Ja. Oké. Okay. En anders hebben jullie dus inderdaad de partner Boekengilde, zei je? Ja, Boekengilde. Ja, dat is ook onderdeel van ons. Ja. En dan, ik zal zeker eventjes linkjes naar deze dingen onder in de beschrijving van de video zetten voor als je meer wil weten. Ik ben nog wel benieuwd naar papiersoorten en zo. Want we hebben natuurlijk net gezien hoe mijn eerste boek nu gedrukt is op dit soort papier. Is dit een standaard papier voor boeken, voor romans, zeg maar? Ja, voor romans is dit standaard papier. Dat is een 90 grams roman. 90 grams romandruk. Ja. 90 grams romandruk. Oké, okay. En dat is een beetje de standaard. Ja. Dat is wat we hier ook hebben volgens mij in Wereld Ontwaken. Of is dat... Nou, dat weet je misschien niet meer, maar het voelt een beetje hetzelfde wel. Ja, dan zal het wel, meer, zal het wel gelijk zijn. Ja. Oké, okay. Is dit wat je ook zou aanraden aan iedereen? Om deze, of hebben jullie ook heel veel andere soorten papier? En... Ja, wat ik zou aanraden is wel afhankelijk van het type boek. Hm. Als je hebt nu romandruk, dus echt voor teksten. Ja. Omdat het wel grof voor papiersoort is. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld veel afbeeldingen, veel kleur. En dat is ook naar een HVO wit gaan of naar een Silk MC. Ja. Dus wat, dat is wat gladder. Ja, dat is Silk MC is een gestreken papier. Ja. Wel matachtig, maar daar komen gewoon de kleuren en de afbeeldingen komen er gewoon beter op uit. Is dat dan, want we hebben hier ook eentje van de cover liggen natuurlijk. Is dat een ander soort papier? Ja, dat is sulfaatkarton. Sulfaatkarton, ja. Oké. Okay. Dat is enkelzijdig sulfaatkarton. Ja. En we hebben er meer voor ons liggen een eenzijdig geprint. Ja. En er komt nog een, normaal gesproken nog een lamineerlaagje overheen. Ja. Voor de afwerking, bescherming van de kaft. Oké, okay. En is dit wat jullie zouden zeggen, dit is een soort van standaard voor fictieboeken of zo? Of kunnen mensen die een boek bestellen bij jullie daar ook nog zeggen, nou, ik wil echt dit soort papier? Of hoe gaat dat? Als wij door een printer heen kunnen krijgen, dan kan het. Dan kan het, maar er zitten wel restricties aan. Niet alle papiersoorten kunnen wij door een printer heen krijgen. Ja, en denken jullie daar nog over mee, dat als je zegt, oh, maar dit is zo'n soort boek, ik zou zeker dit soort papier gebruiken? Of is het over het algemeen de klant die komt met, ik wil dit soort papier hebben? Ja, de klant die komt ermee aan van, ik wil het zus of ik wil het zo hebben. Ja. En heel soms, dat er iemand bij ons komt en die vraagt van, kun je me adviseren? Nou, dan adviseren we wel van. Ga naar Boekengilde. Nou ja, niet altijd hoor. Nee, dan adviseren we wel in het papier van wat de mogelijkheden is. Dat heeft echt puur te maken met hoe je de binnenkant van de opmaak is. Veel afbeeldingen, veel tekst, dat soort dingen. En zie je veel verschil tussen uitgaves die van jullie printers rollen, zeg maar? Heb je zoiets van, oh, die ziet er heel netjes uit, afgewerkt uit en die wat minder? Valt dat op? Ja, over het algemeen moeten de boeken 100% goed zijn. Anders accepteren jullie het niet. Dan accepteren we het niet, nee. Oké. Okay. Dus eigenlijk zou het... Wat is dan 100% goed? Is dat zo van goed uitgelijnd, dat de marges goed zijn? Is dat wat je bedoelt daarmee? Ja, ja en ook dat als het boek bij jou terechtkomt, dat je hem uit die doos haalt... En dat er een glimlach op je gezicht zit van, dit is wat ik in mijn voor ogen heb. Ja. En niet dat je denkt van, oh, hij is niet mooi gelijmd. Of te, ja. Nee, dat moet er allemaal eigenlijk uit zijn. Ja, maar, precies. Maar dus dan heb je het eigenlijk ook over jullie werk, zeg maar. Ja, ons werk moet er gewoon goed uitzien. En als dat niet zo is, ja, dan gaan we er alles aan doen om te zorgen dat het wel goed komt. Ja. Nee, ik dacht, misschien is er ook verschil tussen wat mensen aanleveren. Dat je bij sommige dingen denkt, nou, dat had nog wel wat netter gekund of zo. Ja, qua opmaak technisch. Ja. Zou dat kunnen. En dan, we hebben een preprintafdeling, die maken vaak nog wel opmerkingen voor, goh, de marges zijn krap of er zit logische illustratie in. Ja. En die opmerking maken we wel. Ja, en dan is het aan de klant. Om daar iets mee te doen of niet. Ja. Gaan we het aanpassen, gaan we het niet aanpassen. Ja. Zoals je gisteren nog even, of vanochtend mijn uitgever hebt gebeld met, hey, die ISBN is nog niet juist. Ja, heel toevallig zag ik het. Ja. Ja. En dan is het mooi meegenomen. Is fijn dat er dan niet 300 worden gedrukt met een verkeerde, met vraagtekentjes in die ISBN. Ja, vraagtekentjes, ja, dat is een mooi probleem gehad, ja. Ja, wat doen jullie als er zoiets gebeurt? Ja, nu mensen kunnen fouten maken. Ja, nu kunnen we tijdig tackelen. Ja. Is het al geprint? Ja, dan zou je 300 pagina's los kunnen printen en dan met de hand insteken. Oef. Dat zijn meer kosten. Ja. En ja, als de boeken al klaar zijn, ja, als er dan een fout in het binnenwijk zit, dan zou het helemaal overnieuw moeten. Oef. Dan kunnen we niet zo 1, 2, 3 herstellen. Ja, dus goed aanleveren is het beste wat je kunt doen, toch? Ja, goed aanleveren. Ja, textueel kijken wij niet heel veel naar. Nee. Ik kan in die boek zoals deze 600 pagina's doorgelezen. Ja. Dus maar als we iets zien, dan zien we het en dan koppelen we het terug. En waar moet je allemaal op letten met aanleveren? Wat zijn de belangrijkste dingen dat je zegt, nou, dit moet je zeker even checken? Het belangrijkste is dat de PDF-fonds in de PDF zijn ingesloten. Ah, oké.
Okay. Kijk, op het moment dat jij een pdf maakt en de fonts zijn niet ingesloten en ik stuur hem naar een printer toe. Ja. De printer zit een rip, die gaat het hele bestand rippen. En als die moment dat hij zegt dat hij de fonts niet herkent, pakt hij... Pakt hij zijn eigen fonds. Ja, want jullie, ik neem aan dat, dat zo'n machine wel bijvoorbeeld Times New Roman heeft, de standaard fonds. Maar inderdaad, dit font, die heb ik online gevonden ergens in een webshop en gekocht. Dus die moeten we dan aanleveren natuurlijk. Ja. Die moet je dan aanleveren. En als je pdf maakt, kun je hem dan insluiten. Ja. En dan kunnen wij hem hier ook verwerken. Ja, we precies. We hebben heel veel fonds, maar niet alle fonds. Nee, want er worden ook nieuwe gemaakt natuurlijk. Ja. Ik heb zelfs mijn eigen font op een gegeven moment gemaakt ergens voor. Dus ja, dat kan natuurlijk ook. Dus die moet je dan meesturen. Oké, duidelijk. Ja, dat is een duidelijk. Goede witmarges, goede witverdeling. En wat bedoel je dan dat je de randen van het... Dat je niet te dicht tegen de randen zit met bijoorbeeld illustraties of zo? Ja, illustraties kunnen wel tot aan de rand. Want jouw boek heeft het toevallig. Je hebt ik heb natuurlijk doorlopende pagina's. Ja, dit. Ja. Dus zo'n illustratie, dan zou je zeggen... Een goede verdeling. Het mag niet te dicht tegen de rand aan. Ja. Ja. Oké, ja. Klinkt logisch. En ook de bladspiegel, de paginacijfers. Ja. Daar gaan heel veel mensen er mis mee in. Dus de paginanummers, dat die... Aan de verkeerde kant staan. Oh, ja. Ja, oneven is rechts, even is links. Ja, dit zijn natuurlijk dingen of gecentreerd. Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Nou, het viel me ook op toen ik door de pdf aan het scrollen was, voor de Z-proef. Mm-hmm. Dat als ik zeg maar van de ene pagina naar de andere ging, dan versprong steeds de tekst. Maar dat is natuurlijk omdat die ingebonden wordt en dat de rechterpagina... Nee, ja. Zo, nee, nou ja. Dat heeft denk ik hiermee te maken. Kijk, als je hem tegen het licht aanhoudt, dan zie je de tekst op elkaar staan. Oh, ja. Dit had ik dus nog niet bedacht. Maar dat leest lekkerder of zo? Ja, dat leest fijner. En voor jezelf ook, als je een boek opent en je ziet dat de achterzijde een centimeter naar rechts staat, dan ga je aan irriteren. Ja. Oh, dus je wil inderdaad dat de pagina's... De tekstvakken precies... op elkaar liggen. Ja, wat grappig. Nooit geweten dat dit een dingetje was. Ja, dan moet je dus allemaal rekening mee houden bij het opmaken van je bestand. Ja. Nou, dit klinkt wel als de belangrijkste dingen, denk ik. Ja, voor de omslag, dat de voor- en achterplat erin zit en een stuk rug. Ja, de rugdikte kan opgevraagd worden bij ons. Oh ja? Ja. Want is dat niet een soort van standaard van dit is dus 560 pagina's, dus dan kom je uit op zoveel centimeter? Is dat... Ja, we hebben daar een rekentoeltje voor. Ah, oké. Dat is je aantal pagina's maal het gramsgewicht van het papier maal de opdikking. Ja. En dan kom je tot een bepaalde rugdikte uit. Ja, precies. Oké, cool. Verder denk ik dat als je zo'n voorkant opmaakt, dat je er goed naar moet kijken dat de letters leesbaar genoeg zijn en zo. Is dat ook iets... Ja, dat het leesbaar is, dat het opvalt. Ja. En je wil natuurlijk als het in de boekenwinkel ligt, dat jouw boek opvalt. Ja. Dat het meteen eruit springt. Dus felle kleuren, dat helpt? Ja, en een stukje dat je ook opmaakt, dat het echt eruit springt. Ja, dat is wel het belangrijkste. Oké, cool. Ja, nou weet ik, bij zilverspoor is bijna allemaal hetzelfde. Bijna allemaal, maar overal de logo's ook wel op dezelfde plek, titels op dezelfde plek. Alleen afbeeldingen veranderen. Ja, want ze hebben inderdaad wel zo'n format natuurlijk. Ja. En als je nou boeken gaat bestellen, hè? Ik zit nu bij Zilverspoor, dus zij regelen die dingen. Maar voor deze bijvoorbeeld heb ik natuurlijk zelf besteld. Waar moet je als besteller aan denken qua doorlooptijd? Hoe lang duurt het voordat je een druk krijgt, over het algemeen? Ja, over het algemeen bij een softcover ongeveer 10 werkdagen. Oké. En bij een hardcover zitten we rond de 15 werkdagen. Zo ongeveer, afhankelijk van de drukte. Ja. Soms gaat het sneller. Ja. Soms gaat het langer duren. Dus even afhankelijk van papier. Is papier aanwezig? Is de ruimte op de machines? Ja. En als dat er is, dan... Okay. Jouw boek komt... Of met dit boek. Ja, hier, deze die ging even door de spoed heen. Die ging even door de spoed heen. Dat is inderdaad vanmorgen binnen. En nu ligt het printwerk al klaar. En morgen wordt het gebonden. Dus het kan wel... Het kan sneller, maar dat moet echt een strak overleg. En strak dat overleggen. Is een uitzondering. Ja, en goede planning. Ja, precies. Ja, dat is wat voornaamste. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat bestellen? Ja, zorg ervoor dat je niet met te veel boeken blijft zitten. Goeie tip. Ja, hoeveel heb je er nodig? Ja, je kunt er 10.000 laten drukken. Ja, en dat is dan goedkoper natuurlijk per stuk. Dus goedkoper per stuk. Ja. Maar kun je ze alle 10.000 kwijtraken? Dit vind ik een heel goed advies. Ja. Ik hoor dit vaak gebeuren. Je kunt beter zeggen van ik laat eerst 200 of 300 maken. Ja. Die kun je heel snel weer bijdrukken als nodig is. Ja. En je zit met, stel dat je maar van die 300 maar 200 verkoopt, zie je maar met 100 boeken. Ja, want je kunt bij jullie dus vanaf 30 exemplaren bijbestellen. Ja. Dus dat is natuurlijk niet superveel. Dus op die manier kun je het best wel makkelijk zelf onder controle houden. Ja, heb je zelf onder controle en je hebt niet zo'n hele grote voorraad.
Hoef je ook niet inderdaad een garage erbij te huren om... Ja, een garage erbij te huren of op zolder dat alles op de opslag staat. Ja. Want dat is na een jaar nog een dikke laag stof. Ja, precies, ja. Dat is dan ook weer zonde, maar eerst poetsen voordat je het kunt verzuren als je er weer eentje verkoopt. Ja, ja. Dus ik zou de oplage zo laag mogelijk houden. Ja, maar op zich is natuurlijk oplagen laten printer wel goedkoper dan printing on demand. Ik neem aan dat als jullie dat gaan doen, dat ook... Hè, printing on demand is gewoon hogere maakkosten. Ja. Ja, de startkosten die ben je kwijt voor het maken van een boek. Die machines kosten allemaal geld. Ja, nou, super duidelijk. Ik heb weer meer geleerd hierover nu. Ja. Dus dankjewel hiervoor. Graag gedaan. Ik wens je veel plezier met je boek. Dankjewel. Ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Aankomend weekend wordt hij gepresenteerd, als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja. Aankomend weekend is hij voor het eerst op het festival te verkrijgen. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoor het maandag over van de uitgever van Koppie. Ja. Leuk. Ja. Nou, ik vond het echt superleuk om eventjes binnen te kijken bij de drukker en te zien hoe de boeken hier geprint worden. En ik hoop dat het je geïnspireerd heeft en dat het je misschien nieuwe ideeën heeft gegeven over hoe jij jouw boek wilt uitgeven of zelf laten drukken. Mocht je nou nog vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp, laat ze zeker achter in de reacties hier onder deze video. Vind ik altijd heel gezellig om daar verder te praten. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en tot de volgende!